Er kan hier straks mogelijk gewinkeld worden wanneer je maar wilt. En ondernemers kunnen zo meer geld verdienen, is het idee. Het gaat om een proef van 2 jaar. Lijkt het je wat? Ja. Het is ook leuk voor de mensen die overdag de hele dag werken en die kunnen shoppen in de avond. Ik zou hem zelf wel handig vinden in ieder geval, ja. Denkt u dat dat een goed idee is? Voor de winkels misschien wel, maar voor die, al die arme mensen die hierboven wonen, absoluut niet. Dus liever niet. Ook onderzoeker City Logistiek Walter Ploos van Amstel denkt dat het vrijgeven van de openingstijden voor nog meer drukte en overlast gaat zorgen. Terwijl de gemeente aan de andere kant die drukte juist probeert te beteugelen. 1 is, we gaan zien dat we allemaal winkels krijgen die zich gaan richten op toerisme. De bewoners zijn gewoon een kleine klantengroep. Het tweede is, we gaan heel veel mensen op straat zien 's avonds die nadat ze zijn uit geweest hebben gestapt naar die winkel gaan om daar spulletjes te kopen die ze buiten gaan gebruiken. We gaan straks heel veel overlast op straat zien. Maar de straatmanager van de Kalverstraat ziet het probleem niet. In de Kalverstraat hebben wij niet eens zoveel van dat soort toeristenwinkels, moet ik zeggen. Nee, maar die kunnen er natuurlijk nog komen. Die zouden er kunnen komen, inderdaad. Maar ja, wij hebben echt een winkelaanbod afgestemd op shoppen, hè, voor jonge vrouwen met name. Ik denk dat het goed is voor de spreiding. Als een aantal winkels wel tot laat open zijn, zou je zelfs nog kunnen zeggen, is goed voor de sociale veiligheid. Natuurlijk is veiligheid in de stad belangrijk. Dat begint gewoon met goede verlichting. Maar het open hebben van een zaak waar rondomheen heel veel dronken mensen staan, dat voldoet niet aan mijn criterium van een veilige stad. Hoewel sommige ondernemers bang zijn dat ze langer open moeten om aan hun omzet te komen, zien veel anderen hun kans schoon. Sommige feestdagen zoals Koningsdag of Paas, Pinksteren, 1 januari zou ik wel langer open willen, maar zeker niet tot na 12. Probeer het in zomer. Probeer het in juni, in juli en augustus. Dan kan je altijd zien wat voor positieve dingen dat oplevert voor de toekomst.